De Hollandse Duinen heeft nog steeds niet de officiële status van een nationaal park. De statusaanvraag om nationaal park te worden, die hebben wij 9 december 2020 ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tot op heden hebben we daar nog geen officiële reactie op ontvangen. Maar in de tussentijd zijn we met alle partners van Nationaal Park druk bezig om het gebied verder te ontwikkelen. Het is alweer een tijdje geleden dat de Hollandse Duinen van zich hebben laten horen. En die week is georganiseerd om mensen bekend te maken met het Nationaal Park. Heel veel mensen hebben nog niet het besef dat ze in een Nationaal Park wonen. En om mensen daar toch wel bewust van te maken en met z'n allen zorg te kunnen dragen voor dat Nationale Park, hebben we de week van Nationaal Park georganiseerd. Er zijn al een aantal activiteiten geweest, waaronder een paar excursies hier op Zonneveld. Er zijn excursies aan de kust, op het strand, in de kast, in het Westland, maar ook richting het noorden, naar Noordwijk toe. Met verschillende boswachters en organisaties. En ook aankomende week zal dus nog verschillende activiteiten plaatsvinden. Het doel van Nationaal Park is om de gebieden met elkaar te verbinden. Daardoor de natuur beter te kunnen beschermen en ook te behouden voor de toekomst. In het Nationaal Park liggen hele belangrijke natuurgebieden, maar ook met cultuurhistorische waarden. Heel veel bedrijvigheid en door daar samen in te werken en ook de mensen die daar wonen zich bewust daarvan te maken, kunnen we als Nationaal Park zijnde deze unieke gebieden heel goed beschermen en ook de recreanten meer mogelijkheden bieden. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op deze site.